Ik ben André Kuipers, ruimtevaarder. En ik ben hier met stadsecoloog Anneke Blokker. Zo. Wij mensen zijn natuurlijk wel slim, hè? We kunnen boten bouwen. We kunnen zelfs ruimteschepen bouwen. En daarbij onderscheiden we ons een beetje van dieren, denken we altijd. En dat wil ik eigenlijk ook eens weten. Zijn dieren ook misschien een beetje slim? Nou, ze zijn in ieder geval net zo slim als mensen. Want weet je, ze kunnen zelfs klok kijken. Zoals bijvoorbeeld de reiger. Een reiger kan klok kijken. Een reiger kan klok kijken. Die weet, 4 uur scherp moet hij bij Kees en Trace op de stoep zijn, op de Prinsengracht. Want dan krijgt hij lekker snackje, leverworst of een stukje kip of een stukje kaas. En dat vinden reigers heerlijk. Maar ze weten bijvoorbeeld ook, zo laat is de markt afgelopen. De Albert Cuypmarkt bijvoorbeeld. En dan komen ze daar nog een beetje de restjes op scharrelen. Een beetje vis, een beetje vlees en zo. Komen ze massaal op af. Dus reigers kunnen klok kijken. Ja. Maar bijvoorbeeld kraaien, die zijn ook hartstikke slim. Die eten onder andere nootjes. En dan gaan ze op het stoplicht zitten. En dan wachten ze tot de auto's gaan rijden. Laten ze het nootje vallen. Auto rijdt er overheen. Nootjes gekraakt. En dan peuzelen alles lekker op als het dan weer is gekraakt. Dus dat is hartstikke slim. Ja, fantastisch. Ik hoor allemaal nieuwe dingen, hoor. Dus dieren zijn dus ook wel slim. En neem nou een vogel, die hoeft geen vliegtuig te bouwen. Die kan zelf vliegen. De vraag is dan ook, zijn dieren misschien wel slimmer dan mensen?